Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. Wat ik jullie vandaag ga laten zien is hoe je deze debietmeter schoon kan maken. Deze installatie had nog geen magneetfilter en microbelontluchter. Inmiddels wel. En nu ga ik de debietmeter schoonmaken. Want zoals je kan zien, je ziet er helemaal niks meer door. Dus dat ga ik laten zien. Nou, in dit geval ga ik dus het voetventiel dichtdraaien. Soms is het een inbus, in dit geval een platte schroevendraaier. Die staat dicht. Je kan de thermostaatknop dichtdraaien. Maar ik heb hier dus nog de beschermkap. Die ga ik erop zetten. Zodat ik 100% zeker weet dat die afsluit. Dus deze blauwe dop die past hierop. Oké, die staat dicht. Zetten we even de pomp uit. En dan kan je hieronder kan je hem aftappen. Dus komt er een klein beetje water uit. Dus we gaan hem hier aan de bovenkant loshalen. Ik zet hem hierboven ook even dicht. Dan komt er geen water meer uit. Nou, wat ik dus doe, in dit geval pak ik een kleine schroevendraaier. Die steek ik hier aan de onderkant in. Dan zie je hem dus voor het glaasje komen. En dan kan je hem dus zo schoonmaken. En is die helemaal schoon, dan pak je dus een wattenstaafje. Steek je erin en dan maak je dus ook het glaasje helemaal schoon. En als je klaar bent, spoel je hem even onder de kraan, zodat al het loszittende vuil weg is. En dan is die weer schoon. Dus dat is nummer 1, nog achtergaan. Nou, en ik heb ze hier dus schoongespoeld in een bak met water. Dus dit zit er ook weer op. Dan draai je het voetventiel weer open. De dop eraf. De thermostaatknop er weer op. En de stekker van de pomp erin. Haal ik idee. Zo, deze zijn weer schoon, dus nu kan ik hem inregelen. Nou, mocht je het een leuk filmpje vinden, geef even een duim omhoog. Vergeet je uiteraard niet te abonneren en dan zie je mij de volgende keer.